is het wel verdiend dat Sparta op voorsprong staat. Bouaouzam speelt de bal via, het lijkt me, Assoué Kotto. En dan komt hij zomaar voor de voeten van Svetkov, die het wel heel beheerst afrondt. En nu is Bouaouzam weg. Bouaouzam, oh, prachtige beweging, maar niet de 2-0. Bouaouzam, oh, via de kluts komt hij ver en het schot is niet ongevaarlijk. De rover, Anastasiou. De rover, Bouaouzam. Helemaal niemand zal het alleen moeten oplossen. En Breuer maakt dan de overtreding. Polak. Bouaouzam. Voorzet op teruglegen op Polak. Hij wil dan zelf voor de voorzet gaan. En komt er langs en wordt neergelegd. Nou, Brama geeft niets waar een strafschop nog op zijn plaats lijkt. Het is duidelijk een overtreding van Stijn Vreve, maar hij vindt plaats, ja, buiten het veld natuurlijk. Dus kan je dan wel een strafschop geven? Bouaouzam. Oost, de paasje van Bouaouzam. Oost met de ruimte. Svetkov voor het doel. Svetkov met de controle, maar die is niet goed. Goeie kans voor Sparta. Mooi paasje van Bouaouzam. Bouaouzam, die met twee hoogstandjes de bal in ieder geval heeft binnengehouden. Rozen van 18 meter en het is 0-2. Die maakt een schitterende goal in de 12e minuut na rust. Verdubbelt Sparta de voorsprong. Hier gaat Bouaouzam, die raakt één man kwijt. Moet dan op zoek naar een medespeler. Rozen komt precies op het goede moment op de goede plek tevoorschijn. En Rozen wordt met deze zelfs de enige topscorer van Sparta met 3 goals, maar het is wel een belangrijke. Polak, balletje binnen door op Rozen is te hard, gezien door Lindenberg. Gabri, die op zijn beurt even als opgejaagde en dat bekomt hem niet goed. Bouaouzam is handig weg bij de Spanjaard. Bouaouzam ontwijkt, hij die gaat, dat is een strafschop voor Sparta. En binnen het kwartier na rust kan Sparta niet alleen naar 2-0, maar ontsnapt Heitinga bovendien aan een kaart. Het begint bij het uitverdedigen van Gabri. Die wordt in de problemen gebracht in eerste instantie door Rozen, dan door Bouaouzam. Wordt prachtig weggezet. En dan is het Heitinga die aan de noodrem trekt. Weliswaar niet ten koste van een kaart, anders zou hij kunnen vertrekken. Maar wel ten koste van een strafschop. Bouaouzam, oh, Gabri. Die is ook onderweg naar een kaart. Het kan nooit lang meer duren. Daar gaat Bouaouzam en daar gaat Gabri. En de frustratie die je al eerder deze week zag bij Sparta Praag. Misschien zit het in de clubnaam. Laat Ajax nu zien tegen Sparta Rotterdam. Bouaouzam. Hij wil er zelf een maken. Bouaouzam. Stekelenburg. Fungabing gaat er maar half in het duel. En dus kan Keita het balbezit bezorgen bij Sparta. Bouaouzam. Combinatie met Vlug. Bouaouzam. Bouaouzam. Oh, dat is een aardige actie. Komt hij ook nog tot een schot? Dat zou zomaar kunnen, ja. Het is een handige en technisch zeer begaafde priegelaar. Bouaouzam. Heeft de snelheid voor een individuele actie. Bouaouzam laat lopen en vervolgens de kans voor Medoyanin. Obodai zag dat Medoyanin er beter voor stond. Maar slap ingeschoten. Goeie actie van hem. Polak. Misschien niet bedoeld voor Svetkov, maar komt er wel aan. Bouaouzam. Is er langs bij Tindalli. En Tindalli gaat liggen, dan is de weg helemaal vrij voor Bouaouzam. Aardige actie en het schot van Bouaouzam. Prima individuele actie van de linksbuiten van Sparta. Svetkov.
Leo Svetkov. Bouaouzan. Snelheid, schot van Bouaouzan. Goede poging. Redding van Timmer is ook zeer fraai. Uitstekende actie van Rachid Bouaouzan. Die bal is bestemd voor de kruising, maar Timmer zit ertussen. Sparta maakt tempo. Bouaouzan handig de bal laten lopen. En sneller dan Niemeyer. Bal is niet over de zijlijn geweest. En Wielaar te kort terug. Bouaouzan valt. En strafschop. Omdat Bosker een overtreding maakt. Geel voor de doelman. Nog eens kijken. Wielaar brengt zijn eigen doelman in de problemen. En het is dan niet te zien of Bouaouzan ook daadwerkelijk geraakt wordt door Bosker. Maar wellicht stond de scheidsrechter er beter voor. Hoe dan ook, strafschop Sparta. Ja, tot nu toe klopt de tactiek van Wiljan Vloed uitstekend. Speelt zijn elftal een prima eerste helft.